Hi, welkom bij de thuisbuis van Arkin en leuk dat je kijkt. Mijn naam is Selma de Vries. Ik ben geestelijk verzorger bij een aantal afdelingen binnen Arkin. En als een klein hartversterkertje wilde ik jullie een verhaal voorlezen. Het is ik vind het een optimistisch verhaal. We hebben het ook wel eens gebruikt voor paasvieringen. En dat is op zich wel bijzonder, want het is uit een oosterse traditie. Maar super universeel. Het gaat over ons mens zijn. Het heet De Gebarsten Emmer. En ik ga het jullie voorlezen. De Gebarsten Emmer. Een waterdrager in India die had twee grote emmers. Aan beide kanten van het juk dat hij over zijn schouders droeg, hing een emmer. Eén emmer was in perfecte staat, maar de andere emmer die had een barst in de zijkant. Dus terwijl die tweede emmer aan het eind van de lange weg tussen de rivier en het huis van de meester van deze waterdrager nog helemaal vol met water was, was die andere emmer half leeg. En dat ging zo twee volle jaren door. De waterdrager leverde altijd maar anderhalve emmer water af bij het huis van zijn meester. En natuurlijk was de goede emmer bijzonder trots op zijn prestaties, want hij deed natuurlijk precies waar hij voor gemaakt was. Die andere arme gebarsten emmer, die was enorm beschaamd om zijn gebrek. En hij voelde zich ellendig dat hij maar de helft kon presteren voor zijn eigen meester, die waterdrager, dan wat hij eigenlijk had moeten doen. En nadat hij zich 2 jaar lang daar enorm over had geërgerd en zich steeds maar slechter ging voelen over zichzelf, zich helemaal naar voelde, begon hij zomaar spontaan te praten tegen de waterdrager bij de rivier. Hij zei, ik schaam me en ik wil me bij jou verontschuldigen. Maar waarom? Zei de waterdrager. Waarom ben jij beschaamd? Omdat ik de laatste 2 jaar slechts in staat ben geweest om maar een halve emmer water bij jouw meester af te leveren. Door die barst in mijn zijwand verlies ik voortdurend water onderweg naar het huis van je meester. En door mijn falen moet jij zo hard werken en krijg je vast niet het volle loon van wat je eigenlijk zou verdienen. De waterdrager kreeg echt medelijden met deze oude, arme, gebarsten emmer. En hij zei, weet je, als we nou straks teruglopen naar het huis van de meester, dan moet je eens goed opletten. Kijk eens naar die prachtige bloemen aan de kant van de weg. En inderdaad, toen ze de heuvel opliepen, zag de gebarsten emmer overal prachtige wilde bloemen aan de kant van de weg. En dat bracht hem wel een beetje troost. Maar aan het einde van de reis voelde hij zich toch weer ongelukkig, omdat weer de helft van het water was weggelopen. En hij verontschuldigde zich opnieuw bij de waterdrager. En de waterdrager bekeek die emmer en die zei, hé, maar luister, heb jij nou niet gezien dat er alleen maar prachtige bloemen groeien aan jouw kant van de weg, niet aan de kant van de perfecte emmer? En dat komt omdat ik altijd al heb geweten dat jij een beetje water lekte. En ik heb daar mijn voordeel mee gedaan. Ik heb bloemzaadjes geplant aan jouw kant van de weg. En elke keer wanneer wij terugkomen van de rivier, geef jij ze water. En zo heb ik 2 jaar lang alweer telkens prachtige bloemen mee kunnen plukken om het huis van mijn meester te versieren. Dus als jij nou niet zo was zoals je nu eenmaal bent, dan was zijn huis nooit zo mooi geweest. Die barst was dus niet zomaar een barst. Of het is altijd meer dan een barst. En ik denk als er ooit een tijd is waar we ons realiseren, iedereen, ik denk bijna de hele wereld, dat we niet perfect zijn. We zijn niet onkwetsbaar en we zijn niet perfect en niet alles is maakbaar. Ja, barstjes horen erbij. En we hebben het allemaal. En is dat dan altijd slecht en moeten we ons dan altijd minder waardig voelen omdat we misschien niet perfect zijn? Ik denk dat er iets heel anders aan de hand kan zijn. Leonard Cohen die heeft een liedje, Anthem heet het lied. En daarin zit een prachtige zin. Een paar prachtige zinnen. There's a crack in everything. Nog een keer zegt hij, there's a crack in everything. That's where the light comes in. Alles en iedereen heeft wel eens een barst.
of is niet perfect. Maar juist door die barst kan het licht doordringen. Ik denk juist als je al langer weet dat je misschien niet helemaal perfect bent, wil dat niet zeggen dat je afgeschreven bent. Sterker nog, je kan het inzetten. Het kan tot iets heel erg moois leiden. In het geval van dit verhaal van die emmer is de schoonheid natuurlijk de bloemen die langs de kant van de weg groeien. Maar ik denk dat wij nu met elkaar, met al onze barstjes, alles erop en eraan, ook nog heel veel kunnen betekenen voor elkaar. Dus ik hoop dat door ieders krasje licht kan schijnen. En dat dat ons ook een beetje overeind houdt met elkaar. In ieder geval laten we er vooral niet beschaamd om zijn en het inzetten voor de ander. Ik wens je het goede. Een goede avond, goede dag. Een goed begin van de dag als je 's morgens kijkt. Of een hele goede nacht. Dat we met mildheid naar onszelf kunnen kijken. Tot de volgende keer.